touwtjes. Nou, even zien of hij nog goed staat. Goedenavond. Vanavond neem ik jullie mee in het wisselen van een autoband. En dan gaan we natuurlijk vooraan beginnen. Even de sierdopjes eraf halen. Er is een speciaal trekkertje voor. Die sierdopjes bestel je op AliExpress. Voor weinig. En zelfs het middendopje van Ford kun je gewoon bij AliExpress bestellen. Nou, even kijken of ik de juiste sleutel beschikbaar heb. Ik ben niet van het heel vastzetten van wielmoeren. Meestal wordt het te vast gezet. Dat hoeft helemaal niet. Zo, zoals je nu ziet ben ik de wielmoer aan het losdraaien terwijl de auto er nog op staat. Dat is natuurlijk tricky. Doe dat niet allemaal tegelijk. Zo, er zitten nog 3 moeren in. Als ik een vierbout aan wiel heb, dan pak ik 2 moeren. Ik heb een iets grotere krik besteld op internet. Die zijn niet zo duur meer. Dat werkt fantastisch, moet ik zeggen. En ik heb een chassispunt gevonden die de krik kan steunen. Als je hem onderaan de dorpel zet, met zo'n zware auto als dit, gaat je dorpel geheid kapot. Ook omdat de krik een trekkende beweging maakt. Dus de hele boel wordt kapot getrokken. Dus ik heb een draagpunt gevonden onder de auto. En dan moet je zelf onder je eigen auto kijken wat de kracht kan hebben. En in dit geval is dat het subframe en een gedeelte wielophanging. En die auto weegt gelukkig niet zo zwaar. Nou. En aangezien dat ik ook aan mijn golfje werk. Mijn golfje weegt 840 kilo en wat hier staat 1800 kilo. Dus het is een tikje zwaarder. Daar heb ik dan ook de banden voor uitgekozen. De banden die hieronder zitten krijgen het best wel zwaar bij deze auto. En met de laatste keuring werd mij verteld dat ze eraan zitten te komen. En dan ga ik er niet op klooien. Dan pak ik ze gewoon eraf. Gaan we naar de band kijken. En dan zien we, even kijken, ik denk dat je de zijkanten pakt hier wat op. En hier ben ik mijn eerste profiel al behoorlijk weinig. Hier in het midden voldoet hij nog prima. Advies, iets hardere banden rijden. Ben ik het niet helemaal mee eens, want de rondondes en bochten rijden krijgt die band ook op zijn kloten. Dus in het midden is die nog helemaal toereikend goed, maar aan de zijkanten niet. Onthoud, het water wat in het midden van de band naar buiten gedrukt wordt, moet langs deze zijde ook weg. Zoals deze auto krijg ik aan het aquaplanen. Oké, kost wat moeite, het is wat grof, geef ik toe. Maar onthoud wel, dat water moet van middenuit naar buiten toe en als dat weggesneden is, dan loopt die daarop en dan sluit je het water op. Dus die band is in principe nog niet op en toch ga ik hem vervangen. Ik neem jullie mee met de camera en dat is een beetje kloten. Hallo. Zo. Ik zei al dat ik het niet goed voorbereid had. Zo. En ik krijg de vragen over. Maar dat geeft niet. Ja, het is weer een beetje vol in de schuur. Goed. Ik had die velg even schoon moeten maken, want nu heb ik gelijk zwarte klauwen. Gaan we de eerste lucht er maar eens even aflaten. Gaan we eens even kijken hoe of wat. Thank you.
Oh ja, jullie hebben een goed beeld. Dat is prima, ik kan nog even iets zo zetten. Ik ben net 5 minuten bezig. Ik maak even 2 filmpjes. De keuze is nu, dit is ik zelf gemaakt, hielendrukker noem ik dat, hielendrukker. Ik druk de hiel van de band los. En daarvoor moet de velg en de band het lucht eruit zijn. Hier staat ongeveer 250 kilo op die tafel. Plus mijn gewicht, dus dan snap je. Deze band zit er denk ik nu een jaar of 2-3 op. Ongeveer grofweg 45.000 kilometer. Maar daar is de prijs ook naar. Mijn rijstijl is er ook naar. En ik zie al dat was hem. En als het goed is, kan ik hem losdrukken. Is hij gewoon los. Hoef ik verder staan niks aan te doen. Ah, tricky bandje. Ik had gehoopt dat hij los is, hè? Ja, voor mij gaat dit hem net niet worden. Nee. Dit is een hoge snelheidsband, hoge gewichtsklasse. Jezus. Die is bijna op, dat geeft niet. Klein beetje. Voor mij komt hij nou. Ik moet altijd oppassen dat ik mijn duim niet uit de kom druk. Zo, voor mij is die los. Even kijken of dat lukt. Omdat ik mijn banden zelf bestel en zelf opleg op internet, koop ik zo'n bandje niet voor 150 euro, maar voor 80 euro. Een stuk goedkoper. Bij het ventiel beginnen. En ik merk al dat er weinig kracht op staat. En als je de juiste bandenlabels hebt, zul je ook minimaal de velg beschadigen. En dit is geen nieuwe velg. Dus er zijn al beschadigingen aanwezig. Het kost iets meer moeite nu. Ja, daar is die. En nou had ik eigenlijk mijn rubberen hamer van de Action willen hebben. En die heb ik er even niet bij, dus dat is even kloten. Maar dan gaan we even zien hoe we het dan oplossen. Wat we doen is, we willen die band eraf hebben. Sorry. Oh, dat was niet helemaal de bedoeling. Zo. Ging even iets te rap. En dan gaan we die schoonmaken. Goed, wat kan ik over de band zeggen? Slijtage aan de buitenkant en de binnenkant. Ik zou dus met te zachte banden rijden. Ik vind het fijne banden. Hebben veel grip op nat en droog wegdek. Slijtagegedrag is rustig. Het is een all-weatherband. Ik adviseer iedereen aan in Nederland om all-weatherbanden te rijden. Ja, die slijt iets harder, maar ik ben verzekerd van goed weg. Gedrag en grip. Rotatie zit erop. Hij is van 2022. De band is van 2022. We zitten nu halverwege 2024. 2 jaar oud. Geschat 45.000, 50.000 kilometer mee gereden.
180 km per uur, geen enkel probleem. Hele zware auto, ja, mijn voorbanden spinnen regelmatig en als ik er een aanhanger achter heb, dan vreet het ook. Hier zit ik echt wel aan de minimum en daar ook. Dat is iets wat ik niet goed begrijp, nog gaan we uitzoeken, maar ik vind de Maxxis band een fijne band. Ik vergelijk hem met Michelin. Hier zie ik ook wel dat hij flink in de bocht op zijn kloten krijgt en dat ik hier dus aan het minimum zit. En dat is puur rondom de gerelateerd. Goed. Ik ga even de boel uitkeuzen, schoonmaken en ik pak jullie bij montage er weer bij. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.